Vroeger was hier eigenlijk alles, bijna alles, vissersvrouw. Ja, en het was ook bijna allemaal familie. Alleen de oude vissers waren er dan en voor de rest was er geen... Nee, er was weinig mannen hier. Ik ben een echte vissersvrouw, ja. Ja, mijn vader was een visserman. Ook een visserijbedrijf. Dus ja, eigenlijk, ik weet niet anders. Ah, Bob. Nee, we gewoon niet lapen vandaag. Vanavond pas. Mijn man die gaat dus met hoogwater gaat hij weg. Dan gaat hij naar zee. En die vertrekt op zondagnacht tussen 12 en 6 uur, 7 uur 's morgens. En dat ligt dan aan het hoogwater. En dan vertrekt hij naar zee en dan komt hij donderdagnacht, vrijdagmorgen komen ze binnen. En dan werken ze die vrijdag nog een hele dag aan boord. Want dan moeten ze alles weer klaarmaken voor de volgende week vissen. Dus eigenlijk zijn ze van zondagnacht tot vrijdag aan het eind van de middag bezig op zee, aan boord of op zee. Ja. Dus dan zijn ze s'avonds pas thuis. En dan zijn ze ook meestal versleten natuurlijk. Dan zijn ze het een beetje zat, want dan ben je een hele week van huis. Het is best wel dat er vissers gestopt zijn met vissen omdat hun vrouwen niet kon. Dat ze dat heel moeilijk vonden om alleen te zijn. Als er iets is, bijvoorbeeld door de week of zo, je bent niet, kan je op je man bouwen dan. Dan bouw je meer op je familie, je buren, je, eigenlijk ook medevissersvrouwen. Het is gewoon zo, je bent als vrouwen toch afhankelijk van elkaar als er iets is. Jans! Ja? Kom je even nog een bakkie? Ja, dat is goed. Je kan ook rekenen op elkaar. Maar ja, goed, we maken ook regelmatig een praatje met elkaar. En daarom doe je ook regelmatig een bakje koffie eventjes bij elkaar of zoiets dergelijks. Ja, ik had die al niet weg, maar een stuk. Jans' moeder, die lustte dat altijd, dat scheelt natuurlijk wel. Vroeger alleen te kakken. Ik denk als je man eigenlijk een dag tussen is, dat je dan wel meer met elkaar bespreekt van keuzes of dingen. Of als je een probleem hebt met een kind, dat je meer zegt van, wat denk je, wat moet je dan doen? Nou, dat zullen willen niet doen. Nee. Willen God het toch zelf beslissen? Ik denk wel dat willen zelfstandiger ben. Weet je wat ik ook altijd met vakanties toen vroeger, dan was Bas een week dus. Na een week, dan wou ik nog even de kinderen gaan opvoeden. Oh ja. Dan had ik echt zoiets van, nou... Bemoei je er even niet mee. En dan zei je echt zoiets van mag dat allemaal van jou? Ja. Nee? En dan wou ze in die 3 weken even die kinderen gaan haar opvoeden. Ja, dat lukt niet. Nee, maar dat ging hem niet worden. Nee. Dan had ze ook ruzie. Ja. Met kinders en met dus. Ja. Nee, dat is dus laag. Die pogingen waren heel snel gestaakt. Ah. Opvoeden is gewoon mijn taak geweest. Een taak tussen aanhalingstekens. Maar ik heb het gewoon het grootste gedeelte gedaan vanaf de geboorte. Als ze naar zee gaan, na 1 of 2 weken, ja, dan ben je gewoon altijd er. Moet je er zelf voor zorgen, 24 uur. En niet dat de man het 's nachts over kan nemen of dat, hoe heet het, of ziek zijn. Naar ziekenhuizen, naar school gaan, ouderavonden. Ja, dat is allemaal jouw taak. Door de week ben je vrij. Je hebt natuurlijk wel je gezin. Je moet wel voor je gezin zorgen. Alleen het is niet alsof dat iemand uit kantoor komt en die verwacht dat om 5:30 dat de prak klaar staat. Maar ja, je bent ook beperkt in je vrijheid. Want je moet alleen overal voor zorgen. Ja. Alleen nou, als er wat was, dan ging je natuurlijk heel verdrietige dingen of wat dan ook. Dan ging je man weer naar zee. En dan bleef je zelf achter met en de zorg zelf... voor je gevoel. Ja. Ja. Ja, met je maar verdriet. Dan, daarvoor was het zo belangrijk dat je sociale contacten had, dat je elkaar had. Nou ja, ik bedoel, dat had dat het haak, meegemaakt. Dat hakje er was en dat je zo binnen kon laten. Ja.
Denk je nou veel aan hem als hij dan door de week op zee zit? Ja, natuurlijk. Het is de laatste dagen is het slecht weer geweest. Nou, dan denk je echt heus wel oké, nu is het wel erg slecht en gaat het goed. Maar je kan er niet constant mee in je hoofd blijven, want dan, dat gaat ook niet. Want dan word je bang en dan ga je het overslaan op je man en dan komt het niet goed. Want dan vind jij het niet leuk en dan krijgt hij negatief iemand thuis die negatief over de visserij doet. Ik kijk namelijk ook niet naar de film The Titanic of The Perfect Storm. Daar heb ik gewoon moeite mee. Als ik dat zou zien, hoe dat die schepen vergaan, dat hele slechte weer, ben ik bang dat ik mijn dromen een bepaalde richting op ga sturen en dat ik bang ga worden. Ja, ik ben schorrig. Cor kan niet, bijvoorbeeld als er iets is in het gezin of zo, of een week thuis blijven. De verzekeringen gaan, alles gaat door. Je levensonderhoud thuis, alles gaat door. Ja. Dus je kunt geen bedrijf ineens helemaal stilleggen. Nee, die schepen die kosten toch ook een vermogen aan rente, denk ik dan. Dat kun je wel zeggen, ja. Voordat je slaapt zondagavond, dat duurt echt wel even. Dan ben je echt wel even aan het denken en aan het doen. Maar, ja. Het afscheid gewoon. Want je mist hem al. Eigenlijk wel, ja. Want je hebt het hele weekend toch, ben je helemaal samen geweest. Je ging elke avond, die twee avonden dat hij thuis is, want hij is maar twee avonden, gaat hij samen met je naar bed. Dat we samen naar de slaapkamer gaan. Dus die avond ben je toch weer alleen. Nou, dat is gewoon even, moet je echt even helemaal weer omschakelen. Dat is nog altijd moeilijk. Ook na 30 jaar. Ik voel me eigenlijk niet dat je nu echt zegt van, joh, je bent nu echt een vissersvrouw. Ja, je bent het wel. Maar niet dat ik het dan nu echt zo voel. Ik ben Jaap tegengekomen in de kroeg. En zodoende zijn we bij elkaar gekomen. En nog nooit van de visserij. Ja, wat wist je ervan? Maar niet dat je er zelf mee te maken had. Mijn vader was een landbouwer. Dus dat is een hele andere tak. Ja, die waren er altijd. Het eerste half jaar dacht ik, jee, waar ben ik begonnen? Ik dacht, wat moet ik hier alleen? In de weekend, hartstikke leuk. Maar ja, dan was het weer zondagnacht. En hij ging weer weg. En dan werd hij 's morgens wakker. Ja, je had je werk wel. Maar je kwam iedere keer in een leeg huis. Zo, Roxy. En toen had ik echt nog wel dat ik zo vreselijk bang was ook, om alleen te wezen. Want je hoort hier, dat hoor je nu, die wind. Dus je hoort hier altijd, hoor je wat. En als je dan al een beetje bang ingesteld bent. Dus ik dacht, oh, wat moet ik dat hier volbrengen? Hier ook. Nou, mevrouw, die werkt. Ik wou het aan iemand toegeven ook. Want ik hield mijn eigen altijd groot. Als het echt zo hard waait, dan ben ik niet echt vrolijk. Ja, aan de buitenkant kan je het misschien niet van me zien. Maar van binnen dan denk ik, jee, ik wou dat die wind maar wegging. En dat is eigenlijk nog meer gekomen. Ik was al bang als het zo waaide als Jaap op zee zat. Maar sinds dat mijn zoon toen meegegaan is, de zee, is het nog erger geworden. Ik ben zat keren wakker dan, hoor. Dat je toch wakker wordt, want het lijkt wel of je erop gaat liggen dan.
Ik ben altijd blij als vrijdagmorgens de telefoon gaat. Dat ze er weer zijn. Jaap, die zou niet anders willen, want dan zeggen er wel eens tegen me, hij is nu 52. Nee, 53. En dan zeggen er wel eens tegen, joh, moet jij nog niet stoppen? Het wordt het geen tijd om het aan je zoon over te geven. Maar ja, hij doet het nog zo graag. Ik vind het een prachtig beroep. En ik hoop dat het allemaal zo door blijft gaan, dat het beterder wordt. In mijn binnenste ben ik wel eens bang ervan. En vooral omdat ik al een keer meegemaakt heb dat mijn vader zei dat hij een bedrijf had van landbouw. En dat is failliet gegaan. En nu hoe dat alles nu loopt in die visserij, denk je toch wel eens in je achterste van ja, ik hoop dat ik het nooit meer meemaak. Als ik echt de boot weg zie varen, nee, dan schiet ik vol. Dat kan ik niet. Weet ik niet. Emotioneel. Of ik het gevoel krijg van ik zie hem niet meer. Of, nou ja, dat weet ik niet. Dat is gewoon, vind ik moeilijk. Ik zal, als we ergens zijn, zal ik nooit zeggen, oh, mijn man is op zee. Nee, mijn man is visser. Is zeevisser. Daar ben ik er echt trots op. Voor ons is dat eigenlijk een van de belangrijkste dingen in je leven, dat je gelooft. Want als je niet gelooft, wat is dan jouw vast? Als je komt te sterven of zo, je kan geloven, er is niks na de dood. Als je gelooft in God en dat Jezus Christus voor jou gestorven is aan het kruis, nou, dan komt er goed bij je. Laat ons samen bidden. Heere, het is waar. Het kan in het leven tegenlopen.